Een regeringsdelegatie gaat morgen naar Nikeri voor de launch van het elektrificatieproject van de Van Pettenpolder. Dit zegt directeur Humphrey Dundas van het directoraat Volkscommunicatie. De launch van dit project is al 3 keren uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie. Dundas geeft aan dat vanwege de coronasituatie de activiteiten in het klein uitgevoerd zullen worden. Ja, de mensen kunnen niet wachten. Deels heeft al elektrificatie, maar deel nog niet. Dus het wachten is gewoon op de delegatie om zeg maar, de druk op de knoppen te doen. Inderdaad, een zorgwekkende situatie in Nikeri. Dus indien de regering tussen nu en later op de dag toch besluit om te gaan, zal alles via de COVID-protocollen geschieden en waarschijnlijk zal het ook een soft opening zijn. Daarnaast zijn er wat kleinere activiteiten, maar de delegatie keert waarschijnlijk ook heel snel terug richting Paramaribo. Directeur Humphrey Dundas van Volkscommunicatie. Hij benadrukt dat alle activiteiten tijdens het werkbezoek aan Nikeri volgens de COVID-19-protocollen zullen plaatsvinden.